Hi, dit heb je gemist. Horror de Madora verandert in datingprogramma. In Metropolis zien we een Spaanse zigeunerin ontmaagd worden door haar schoonmoeder. En help, mijn man vindt zichzelf de allerbeste klusser. Maar we beginnen met Horror de Madora. En dit keer wel een hele speciale aflevering. Toch, Gordon? En normaal gesproken is het moeder en dochter, maar dit keer is het moeder en zoon. Nou ja, ook, eigenlijk ook een beetje dochter. Ik woon sinds een half jaar samen met mijn vriend hier. Leuk stadje, alleen er is bijna geen flikken te doen. Komt dat even goed uit? Gordon staat nu voor je deur. Hallo, Dick, jongen, hoe is het? Hallo. Goed, ik heb voor mijn moeder gebeld. Ja. Omdat ik haar veel te fel eruit vind zien. Het is altijd maar een strak, ordinair rokje. Voor je moeder. Weet je zeker dat je gebeld hebt voor je moeder? Het is niet voor jezelf. Even een knuffel. Ik vind het hartstikke leuk dat je meedoet. Okay. En ik ga je helpen. Dankjewel. Dankzij hem, hè? Ja, dankzij Nick. Kom, Nick. Eigenlijk wel. Even een group hug. Dit is je kans. Pak Gordon. Nou, dat is een gemiste kans, vriend. Jammer. Wij gaan snel verder met Metropolis. En hierin hebben de Spaanse zigeuners wel een hele aparte traditie om erachter te komen of hun schoondochter nog wel maagd is. Se quedan y las más jovencitas se van hasta que se saque el pañuelo y se le cante el gel y entonces entra esto va. Tienes que marchar porque esto es privado. What the fuck gaat er gebeuren? Je hebt een doek. Nou, daar ga je vast geen bloemetjes mee plukken, denk ik. En dan moet de bruidsjurk omhoog. Schoonmoeder en moeder brengen de zakdoek vier keer in bij Soraya. Rosa, mira. Cuatro rosas como cuatro luceros. Y esto es una cosa que estampa toda la vida, que esto no se quita. Nee, ik denk ook dat zij nooit meer zal vergeten wie haar als eerste heeft gevingerd. Wij gaan snel verder. We blijven nog even bij Metropolis, want ook in Laos zitten gekke schoonmoeders. Lao, de support me de poort jij Lao. De wan teng la, de wan moet gewoon. So Carlo, what's happening today? I don't know right now. Gast, je bent op vakantie en je leert haar net kennen. Heb je enig idee wat daar staat op papier? Heb je enig idee wat ze zeggen? Can't tell. Can't read. Yeah, exactly. I'll get a translation tomorrow. Okay, geen haast, geen probleem. Ik zou ook totaal niet in paniek raken. God weet wat er staat. Zoek het lekker uit. Komt goed met jou. Wij gaan snel verder met help mijn man is een klusser. En elke man voelt zich natuurlijk de beste klusser. Hè? Hij wil het nooit uit handen geven en geeft ook nooit toe. Maar deze spant de kroon. Ik ga geen onzinnige dingen doen. Als er hier vijf man bezig zijn met keukenkastjes, moet je mij daar niet meer bij zetten, want dat heeft geen enkele zin. Dan ga ik datgene doen wat wel zin heeft. Wie denk je meer verstand heeft van klussen? Ik. Deze jongens of jij? Ik. Dus jij zegt dat jij meer verstand hebt ik van... Ik weet hoe het moet, John, echt waar. Natuurlijk ben je beter klussen. Je bent immers al 6 jaar bezig. Hè? Maar goed, ik wil je geloven op je woord. Hebben we niet een klusje voor hem of zo? Nou, kijk eens aan. Ik bedoel, er zijn genoeg laadjes nog die in elkaar gezet moeten worden. Ja, dat kan ik dus niet. Dat heb ik ook nooit gedaan. Kijk, had ik toch nog gelijk, hè? Maar gelukkig was ik niet de enige, want op Twitter barstte het ook los. @Charissa twitterde, weer zo'n verse mafkeest. Ik kan beter klussen dan iedereen. Tss, kijk waar je woont, man. En dan nu, goede tijden, slechte tijden. En voor het weekend, eentje uit de oude doos. Kom op, neem ook even een slok. Hey, Arnie, ja, liever het roer vast. Linda, we gaan gewoon rechtdoor, dat maakt niet uit. Hey, dan zou je ook mijn handen tenminste drijven, andere dingen. Kom. Hmm. Niet nou een beetje. Hmm? Zo vlak zijn we niet. Arnie, zouden we niet teruggaan? Hoezo, geniet nou een beetje. Arnie, gered! Hey, dit had je gemist. Fijn weekend. Houdoe. Als er hier 5 man bezig zijn met keukenkastjes, moet je mij daar niet meer bij zetten, want dat heeft geen enkele zin. Dan ga ik datgene doen wat wel zin heeft. Wie denk je meer verstand heeft van klussen? Ik. Deze jongens of jij? Ik. Dus jij zegt dat jij meer verstand hebt ik van... Ik weet hoe het moet, John. Echt waar.